Hoe gebruik je een verloopstekker van 13 naar 7? Dus een 13-polige autostekker, doos en een 7-polige aanhangerstekker. Hoe krijg je die aan elkaar? Blijf kijken en ik leer jou hoe je dat snel, eenvoudig en toch makkelijk kunt gebruiken. Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. Trailerplus.nl. Eén adres voor alles wat los en vast aan de kar zit. En vind je video's over onderhoud van aanhangers en boottrailers nog interessant? Vergeet dan niet om even te abonneren en dat kan hier beneden. Tik het belletje aan voor een automatische melding bij een nieuwe upload. En een duimpje omhoog, vind ik leuk. En waarom je dat zou doen? Je leert steeds meer en makkelijker om je aanhanger te onderhouden op een eenvoudige, betaalbare manier. En dat scheelt niet alleen tijd, maar ook geld. Een verloopstekker. Er zijn veel auto's met een 13-polige stekkerdoos. Stopcontact zeggen sommige mensen, maar dat is niet helemaal. Maar een stekkerdoos zit aan de auto naast de trekhaak. Dan heb je nog een aanhanger of een fietsdrager met een 7-polige stekker. Dat past niet zomaar in die Jaeger stekkerdoos. Daar kan je dan een verloopje tussen doen. En dat verloopje, die heeft maar 7 pinnetjes en geen 13 zoals de stekkerdoos dat heeft of kan ontvangen. Want hij geeft er maar 7 door, dus er zitten er ook maar 7 in. Waar je op moet letten bij het monteren van deze verloopstekker, of die adapter, is dat het nokje wat hierin zit, er zit aan de zijkant zit een heel klein nokje hier, en die moet op de goede plek in de stekkerdoos steken. Maar ook voordat je die erin steekt, draai je die zodanig bij, meestal komt hij er goed uit, maar soms dan gaat men ermee aan het klooien en prutsen. En dan zit hij verkeerd of scheef en dan past die adapter niet in. Dus altijd zorgen dat dat nokje haaks op het klepje zit wat onder de deksel van de stekkerdoos komt. Dus de deksel van de stekkerdoos die komt hier overheen, die klept daarop. En daar moet het nokje haaks op zitten voordat je hem insteekt. Dus en als je hem insteekt, kijk dan even in de stekkerdoos waar die sparing zit voor dat nokje. Zit hij nou aan de onderkant, verloopstekker erin, met een sleufje eronder. Je draait hem een kwartslag en als je hem een kwartslag draait, zit hij precies goed met het klepje. En kan de klep voor de 7-polige stekker kan open en dan kan daar de gewone, ja, ouderwetse 7-polige stekker kan daar ingedraaid of ingestoken worden. En dan kun je dus zonder te werken met gereedschap, kun je toch je verlichting laten branden op een 13-polige stekker. Je kan natuurlijk ook een 13-polige stekker monteren aan jouw kabel. Die vorige video die ik erover gemaakt heb, die gaat speciaal over het monteren van een stekker aan de kabel. En die video, die vind je hier. En vind je video's over onderhoud van aanhangers en boottrailers interessant? Vergeet dan niet te abonneren. Gun mij dat duimpje omhoog. En je leert steeds meer en makkelijker jouw aanhanger onderhouden. Mooi!